was het bakkie waar. Wow. Oh, kijk, nee, kan. Je weet. Lava, steek. Blaadje. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's van Mini Vloggers en wij zijn op wereldreis op Bali. En wij zijn gisteren van Amed helemaal gereden naar het midden onderin Bali, naar Ubud. Dat heb je kunnen zien in een mini vlogje op ons YouTube kanaal. Dus kijk dan eventjes dat videootje terug, mini vlogje terug, als je wilt zien hoe dat verging. Maar we zijn in dit hele leuke gezellige huisje aangekomen. En vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Roy die zei, oh, jullie moeten echt de safari naar de vulkaan doen. Want die is super gaaf. We gaan dus met een jeep rijden naar boven, bovenop een vulkaan. Het is ook nog eens een actieve vulkaan, jongens. Dus dat is ook een klein beetje spannend. Natuurlijk houden ze wel in de gaten of het allemaal veilig is om naar boven te gaan. Maar het is een vulkaan. Die, volgens mij, wat stond er nou, die in de 2 eeuwen 20 keer een uitbarsting heeft gehad, zeg maar. Dus het is niet zo superveel. Maar goed, het is wel een actieve vulkaan. Dus mochten die platen onder gaan schuiven en dat lava, dat, dan kan er wat uitkomen. Maar goed, daar gaan we natuurlijk niet vanuit. We gaan de zonsopkomst zien bij deze vulkaan, want het schijnt een hele mooie zonsopkomst te zijn. Dus het is super vroeg. We stonden al op om, wanneer ging de wekker? Om 2 uur. Het is nu bijna 3 uur. Roy die staat al klaar. En we gaan zo meteen erheen. De excursie is van 4 uur tot 8 uur in de ochtend. Dus we gaan daar ook ontbijten. We hebben onze lange mouwen aan. Aangezien het nogal koud schijnt te zijn daarboven op de vulkaan. Zou je niet denken aan de vulkaan? Maar het is toch echt zo. Een hele goede morgen, Lucilla. Goedemorgen. Kijk, zij is ook met lange mouwen en een lange broek aan. Ja. Heb je lekker geslapen? Kort geslapen, dat wel. Ja. Ben je klaar om de vulkaan te gaan bezoeken? Ja, zeker. Het is wel een actieve vulkaan. Dus het zou een beetje kunnen borrelen. Nee, grapje. Ik maak het nou te spannend. Nee, we gaan wel naar een vulkaan toe. Waar op de vulkaan? Deze Jelpetrim vulkaan, waar gaan we op? Op de rand. Hier op de rand. Zo, op het randje zo. Nee, ik weet het niet precies. We laten het op ons afkomen, hoe het precies gaat. We hebben natuurlijk een gids mee. Het mag niet zonder gids, of het is niet aan te raden om zonder gids naar een vulkaan te gaan. Dus wij gaan met de gids gaan we daarheen. Roy die brengt ons daar naartoe. Dus dat gaan we doen vandaag. Vanochtend, om beter te zeggen. Ja. Dus we gaan eens even kijken hoe ver de rest is. Is Luan al uit bed? Ja, hij is al uit bed. Hij is nog even bezig met zijn haar. Oké, nou top. Dus kijk vandaag weer gezellig. Net als mee. Roy is er ook alweer bij. Good morning. Kijk, het is nog super donker buiten. Ja. Kijk, nog geen zon aan de lucht. Niet. Geen eens zon. Geen eens zon. Ook geen maan of niet? Jawel. Je ziet de rood. Ja. In de morning. Oh, ja. Yeah. Het is een heel hobbelig wegje naar dit huis toe. Dus helemaal nu in het donker ligt hij. En gaan we deze open doen? Die wij ook in het eiland hadden. Weet ik niet. We gaan het op ons afzien. Oh ja, Daniel die zegt al. Ik zei al, het is koud. Lange broeken aan. Ik heb geen lange broek. We don't have. Because... Ik bring blanket. Een blanket? Yes. Ik bring blanket of towel. Een towel. A towel of a blanket. Ja, ja, we hebben natuurlijk geen jassen mee. En we hebben geen warme... Hij zegt, het is echt koud. En Daniel is met zijn korte broek en zijn korte t-shirt. Het is echt koud. Ja, we hebben natuurlijk helemaal geen... Alleen maar onze vliegtuigkleren. Ben je er klaar voor, jongen? Ja. Het is ook nog eens een actieve vulkaan. Een actieve vulkaan? Ja. Hoezo? Dus ja, hij schijnt actief te zijn. Is het toch helemaal niet handig om hem te beklimmen? Nee, wel. Het is wel handig. Het is wel veilig. Want er zijn allemaal mensen die houden dat allemaal in de gaten. Of de grond nog maar niet beeft. Maar dan komt de paksboom hup uit. Nee, soms zijn er voortekenen. Dat er een beetje aardbevingen komt. Of dat de temperatuur warmer wordt. En dat soort dingen allemaal. Daar houden ze rekening mee. En er zijn gidsen. Je mag dus niet zonder de gidsen. Mag je er ook niet heen. Nee. Dus het wordt wel een beetje een avontuur vandaag. Nee. Nou, we gaan nog even op zoek naar warme dekens. Hij zei, neem warme dekens mee. Dus we gaan even in het huis op zoek. Is het echt zo koud? Handdoeken. Hij zei, ja, je moet eigenlijk een jas meenemen. Het is echt koud. Maar we hebben dus helemaal geen jas. Nee. Ja, daar zijn we het niet op voorbereid. Hij zei heel spontaan, oh ja, leuk, die jeep safari, oh leuk. En gisteren toen hij wegging hier. Oh jongens, trouwens.
Neem wel een dikke jas mee en warme kleren, want het is echt koud boven. En dat is ook koud boven. Dat wisten wij dus helemaal niet. Ja, maar jongens, het is ook logisch dat wij niet een hele kleren mee hebben. Nee, we hebben dat niet mee met onze backpack. Ja, neem die handdoeken maar mee. We hebben dat niet meegenomen in onze backpack. Want ja, wij wisten niet dat we een vulkaan gingen beklimmen waar het heel koud was. Wij gaan op wereldreis in Azië, dan neem je geen dikke jas mee. Neem je geen dikke jas mee. Gaan we naar een lange hike? No, not walking. We're not walking. Because I read on the internet, there's a hike, you walk with a guide. No, because the jeep is right away on the top. Only the jeep. Yes, only the jeep. Because we not until the really, really top. Yeah. They have the what's called the jeep area to stop. Yeah, okay. So you're not walking. Okay. and I read also that the volcano is active. Yes. Is this not dangerous? No. No danger? No. Oké, het is niet gevaarlijk, zeg gewoon, jongens. No, jongens. Nou, Daniel heeft het geld gepint gisteren. Ik wil vragen of we ook in de vulkaan kunnen kijken dat we zo hoog gaan. Can we look in the volcano? No, not going until the top. We gaan niet tot het topje. Oh. Dus dat scheelt. Phew. So maybe the drone. Not melting. Not melting, no. Don't worry, we have another one. Ja, dat moeten we even vertellen. No more drone. No, er is no more drone. We moeten dit even vertellen. Daarom update even de vlogkijkers, ja. Want die snappen dit verhaal niet. Zoals jullie hebben gezien, heb ik in het vorige huis met Roy en jullie... Ik denk dat je nog eentje terug moet. Mensen hebben misschien net gemist wat er is gebeurd. Ja, zoals jullie hebben gezien bij de laatste vlog bij die hoge waterval. Die 30 meter hoge waterval, hadden we de drone hele mooie shots gemaakt. En was die helaas gesneuveld met een boom die daarachter stond. Dat is die van 20 meter hoogte in het stromende beekje gevallen op de rots. Daardoor heb ik u niet meer kunnen herprogrammeren. Was ik heel erg sip. Een week depressief. Nee, hij kon niet meer slapen. Ik kon niet meer slapen. Ik ben heel schuldig. Ik ben altijd heel zuinig geweest. En gezocht. Maar hier niks in de omgeving is drones. Maar Roy ging dus terug naar zijn vrouw en toen zei hij, bij mij in de area zijn wel drone-icons. En toen heb ik gevraagd van, wil je nou voor mij gaan kijken voor een nieuwe drone? Dit en dit type zoek ik. En toen is hij op zoek gegaan en toen heeft hij alle drone-icons opgezocht. En heeft hij er nog net eentje gevonden, de allerlaatste Bali. The last one of Bali. En die staat. Die is hier, ja. Dit is de drone-tas. Ik heb gisteren al wat beelden gemaakt in het vorige huis waar we waren. En ook wat beelden gemaakt hier. En die mogen jullie nu wel even gezien. Maar Roy, thank you very much for finding the new drone. You're welcome. Because this is going to make great drone videos for the Bellinger vlogs in the future. Ja, we gaan nu... Ik ga jullie nu zo even laten zien de beelden van de drone. Waar we dus in het huis van Ahmed waren. Daar zijn we dus even de drone naar boven geweest. En toen we dus in dit huis aankwamen. Wat je dus ook gisteren hebt kunnen zien. Toen zijn we ook in dit huis met de drone even naar boven geweest. Dus je kunt nu niet precies zien waar we zijn. Omdat het echt nog heel donker is. Kijk, het is echt nog donker. Maar door de dronebeelden krijg je wel even een overzichtje waar we waren. En waar we dus nu terecht zijn gekomen. Dus veel kijkplezier daarna. En jullie zien ons zo meteen als we op weg gaan naar de vulkaan. Genoeg. We hebben even moeten pinnen, jongens. Nee, want de boost contact. Gisteren in het restaurant kon ik niet pinnen. Dus ik zei, ik moet naar de ATM. Maar ik heb nog net... Genoeg voor de vulkanen toe. Oké. Dit is voor de hot spring ready. Not enough. You pin again. Because if we leave Bali, I don't need cash anymore. Ja, we gaan bijna Bali verlaten. Dat verklappen we nog niet. Nee.
Goedemorgen, Luxie en Lucius. Goedemorgen. Ja? Oh, ja, het is nee. Nog donker, schatje. Oh, je sok, je hak boven gedaan. Hé, Lucius, weet je wat we gaan doen? We gaan naar een vulkaan. Ja, gaan we met de auto rijden de bergen in. Hm? Schatje. Ja, sorry, daar hebben we een lampje. Nou, let's go to the volcano. Nou, zeg dat heel goed. Dat is heel cool. Ja, dat is een heel fel lampje. Ja. Een heel fel lampje. Vliegen. Nee, grappig. In de auto. Hoppatee. Kijk, Luxie kan het helemaal mooier goed doen. Je weet al helemaal hoe dat werkt hier in de auto van Roy. Voelt al helemaal als eigen auto dit. It will be a great adventure. Especially for people like you. Because in Netherlands is flat. Ja, flat. Yeah, very flat. Oh, en dan zijn we aangekomen op de berg, toch? Op de berg, in de kou. Van de Volcanoes. Ah, het is oké. Het is 19 graden, papa heeft het altijd warm. Hier hebben we de auto van Roy even geparkeerd. Tas met water en chippies en fruit. Oh nee, ja, we zijn ongeveer 2,5 uur onderweg, zegt hij. Maar hier is een, hier is al eerst nog een restaurant. Oeh, frisjes en meiden. Ja, kom, we gaan snel ergens naar binnen. Nou ja, binnen. Er is geen binnen. Er is geen binnen. Oh, jawel, daar ja. Kom, gaan we hier even ergens zitten. Aan een tafel. Daarachter hebben we nog een tafel. Kijk, dit is cool, hè. Burrito jacket on Asia application. Yeah, I always say like this. Warm. Mag er ook een teken? Jij mag ook een teken. I would also... Mijn papa is always warm. Zo lekker warm? Nou jongens, gelukkig toch nog de handdoeken meegenomen. Nou, papa had dus niks warms, dus zo blijven wij dus even warm. Ja, ik heb toch een lange van het vliegtuig, had je toch? Nee, niet deze, maar je had toch van een lange broek met vliegreis? Toen we ook niet. Daniel is altijd met de korte broek, jongens. Dus, ja, we hadden geen warme kleren. We zijn niet heel goed voorbereid op een vulkaantocht. Nou, we hebben kleren. Dat maakt niet uit. Overleven het wel weer. Ja, maar dat gaan we een andere keer wel even vertellen waarom we die extra koffer hebben gekocht. Papa's kleding moest in de boot op het huis. Yes, for the children. Warme chocomel, jongens. Zie je dat graapje van Liesjes? Je moet een beetje denken aan de schaatsbaan. Ja, de schaatsbaan. Want chocolate. Hey, het gaat sneeuwen zo. We gaan eigenlijk skiën zo meteen de berg af. Thank you. Lekker koffie en hot chocolate. Het ruikt zo lekker. Lekker, hè? Wie had dat gedacht dat we warme chocolademelk zouden drinken op Bali? Thank you. Nou, hier komen jullie pannenkoekjes, jongens. Het ontbijt. Oh, banana pancake. Wow. Luxie zit lekker bij papa, want die is warm. My bonnie is over. My bonnie is over. Warm zo? Ik buik je wat je wacht. Nee. Waarom stak ik op koffie? Een kopje koffie. Nee, papa niet een kopje koffie. Nee. Ze weten nog steeds niet wat ik ervan Ze weten nog steeds niet wat ze ervan moeten verwachten. Nou jongens, laat jullie verrassen. Daar zitten ze hoor, de bijna twee tieners. Ze helaas ook bijna een tiener. Ze hebben een beetje een berichtje aanstukken. Ze hebben een beetje een ochtendhumeertje. Ja, een ochtendhumeertje. Een ochtendhumeertje. Scylla is dat nog ineens. Scylla is nog een kind. Scylla is bijna 10 jaar. Scylla zit online al in de brugglas. Oh ja, wat een flip. Nee. Wij zitten een beetje melig te zijn hier, jongens. We zijn een beetje melig op deze vroege ochtend. De irritatie van onze kinderen. Ik ga zo wel even de afwas doen, hè? Heeft iemand zo'n warmtelamp? Ik zal het steken laten. Zullen we een vuurtje steken? Nee, we gaan zo warme broodjes bakken, jongens, boven het kampvuur. We gaan even naar de wc, voordat we straks op de vulkaan zijn. De toilet? Down. Nou, ik denk het wel. Kijk maar, hier is overal handzeepjes. Dit is een heel toeristisch plekje hier. Ubud is sowieso een stuk toeristischer. Een van de meest toeristische plekken.
Dus het zal hier allemaal wel schoon zijn, jongens. Ja, wij zijn heel wat gewend ondertussen. Jongens. Wat zien we? Oeh. Ik dacht ook, hier zit een krokodil of zo, maar... Oh, kijk. Oeh, wat is dat dan? Wat zijn dat? Vissen. Ja, het zijn vissen. Oeh, kijk, daar gaan ze, daar gaan ze. Wow. Hier kunnen ze zien. Mooi. Nou, we moesten dus even naar de wc. En door deze vissen moeten we helemaal naar de wc. Hoor dat geluid. En hier ergens moeten we het kunnen vinden. We moeten er niet zoveel van verwachten. Oh, we gaan even plassen. Waar is die lampknop nou? Dat was de wc. Wel even de handen wassen. Zonder zeep. Haar nog even fixen. En dan kunnen we gaan, jongens. We zijn heel benieuwd. We weten niet zo goed wat we hiervan moeten verwachten. Het was eigenlijk gisteren dat Roy zei... Oh, jullie moeten deze tour doen. Ik ga jullie geweldig vinden. Oh, wauw. Dat is trouwens ook heel mooi. Ik ben even nieuwsgierig, jongens. Het ziet er heel mooi uit. Oh. Wauw. Kijk. Dit ziet er mooi uit. Ja, dit is een tempel. Ja, nee, we moeten gaan. Ja, nee, ik kom eraan. Hier, ik ben hier. Ja, kom, kom, kom. Is dit hem? Ja. Dit? Voor om? Voor om? Ja. Hoe lang is de drive to the volcano? Kurang menit kira kira beli. Kadi do di do. 45 minuten. 45 minuten. We go to volcano. See you later, right? Papa, wat een rit, hè? Zo, ik zat die schouders. Ik had een hele smalle race. Ja. Nou, wij zaten hier op de grond. Ja, maar... Kadek. De Jeep driver. Kadek. Kadek, yes. Ja, en jullie zitten op het dek. Ja, daar kun je op zitten. Dan heb je nog een mooie uitzicht. Want hier, dat is daarboven, is dus de vulkaan. Dat daar. En hier zijn dus echt super veel jeeps. Echt super veel jeeps. Dit is een heel toeristisch dingetje.
En hier ga je zeg maar kijken naar de zonsopkomst bovenop de bergen. Ja, dat is de vulkaan, dat is de rook van de vulkaan. Kijk, dat is wel mooi hoor, daar die lucht. Blijkbaar gaat het dus niet zo maar meer om het uitzicht. Ja, je kunt niet in de vulkaan kijken. Nee, het lijkt me ook niet. Ja, je kunt er wel naartoe wandelen, maar dat gaan wij niet doen hoor, met de kinderen. Maar Daniel heeft wel de drone mee. Dus kan misschien Daniel wel met de drone een beetje vliegen over hoe het hier eruit ziet. Niet te ver natuurlijk, maar als hij weer de drone kwijt, maar dan in een vulkaan. Niet bij een waterval, maar bij een vulkaan. Dat doen we niet. Deze gaat 10 jaar mee. Ja. Nou, de meiden hebben het beste plekje volgens mij. Papa die heeft de drone al geïnstalleerd. Ik heb een landingsplaats op de motorkap gemaakt. Op de motorkap. En ik ben heel benieuwd wat ik ga zien. Kijk, en hier de meiden zitten lekker warm op het dak. Die hebben het beste plekje. Ja, iedereen zit op het dak. Kijk, dan maken ze foto's van op je dak zit. Zie je dat? Staat. Nou, Luan en Lucius zitten hier lekker. Zit je lekker warm, jongen? Ja, hè? Ja, ook jouw hoofd? Schatje. Ah, ja, hier heb je nog wel. Kijk eens, moet je deze... Moet je deze om je hoofd? Zo? Ja? Lekker warm? Heel mooi. Kijk, en hier is dus zometeen de zonsopkomst. Boven de bergen. En inderdaad, dat daar is de vulkaan. Dat is zelfs de rook van de vulkaan. En dan kun je zien dat die nog actief is. En daar ook. Dat is actief. Actief, dat hij het nog doet. Dat hij nog kan uitbarsten. Maar niet vandaag. Goed. Oh, daar gaat papa met de drone. Nou, geniet van de dronebeelden, jongens. Daar komt ie. Papa heeft een hele erg mooie zonsopkomst vastgelegd met de drone. Maar is die boven de wolken? Ja, we hebben nu hier allemaal wolken. Is het van de vulkaan, jongens? Ja. Dit lijkt van de vulkaan. Ik zit boven de wolken, kijk. Ja, papa zit boven de wolken, dus die kan zeg maar de zonsopkomst. Ik laat nu een timelap lopen voor jullie. Ja. Zie je de zonsopkomst. Ja, mooi. Maar ja, hier zie je zeg maar niet meer zo heel goed, omdat de wolken ervoor hangen. Maar zijn die wolken... Ik denk dat dat wel van de vulkaan is hier, of niet? Ik weet het niet. Mama, kijk eens, hier de tuinlap, daar komt de zon, jongens. Ik laat hem gewoon in deze positie hangen. Kijk, Lucie. Hoe hoog is hij nu? Komt de zon op. 396 meter hoog. 396 meter, zo. Mooi, hoor. Is hij dan helemaal vanaf de grond of vanaf dit punt? Vanaf dit punt. Oh ja, ook nog de bergen bij. Is hij nog hoger? Ja, zit hij nog hoger. Papa is helemaal trots met zijn drone, jongens. Ik ben zo blij. Ik ben ook heel blij dat jij mooie beelden hebt gemaakt. Op de achtergrond zien wij vulkaan. De vulkaan. En het is een beetje rokerig daar. Nu zie ik niet echt uitzicht. Nu zie ik alleen maar wolken. Heel veel meer. Ziet... Oh, mama. Ja, je ruikt... Kijk voor jou. Voor. Ja, heel veel missie. De lava zit in het middendeel van de aarde. Ja. Hoe beschrijft dat? Als er zeg maar de aardplaten, de aarde, zitten allemaal een soort puzzelstukjes. Is dat Luxie? Onder onze grond zitten een soort puzzelstukjes. Dat is de aardkorst. En die puzzelstukjes die schuiven soms een beetje heen en weer. En doordat die heen en weer schuiven, kan je een aardbeving wel eens krijgen. Of kan het lava uit of in een vulkaan. Het is wel een heel vroeg lesje. Wacht. Nee. In een vulkaan kan het gaan schuiven onder. En dan kan het lava naar boven gaan. En dan heb je en dan dit vulkaan. Daaronder zit dus die
platen, als die gaan verschuiven, komt een soort van opening en dan komt de lava omhoog. Ja, ja. Ja, heel goed. Ingezoomd. Wow. Papa dus is blij met zijn cameralens. Dus ik ben nu ingezoomd. Oh, wauw jongens. Op de zonsopgang. Mooi papa, die heeft echt mooie kiekjes. Nou, ondanks we hier niet zo heel veel kunnen zien, zullen zien, hebben we gelukkig de drone. Op 400 meter hoog. Wat nou als we niet de drone hadden, hé? Dan hadden we dus geen zonsopkomst kunnen hebben. Nee. Wow, het ziet er echt gewoon heel uit. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Laten we nu lopen. Het is een lange timelapse, maar ja. Ik spoel hem door. Ja. Mama, ja. Daar vliegen toch ook vliegtuigen? Vliegen daar ook vliegtuigen, papa? Bij jou? Nee, daar vliegen. Ik denk niet dat hier vliegtuigen nu vliegen. Weet ook niet of die dan zo hoog mag. Weet ik eigenlijk niet hoe dat zit. Ik denk dat er wel een begrenzer op de drone zit waar vliegtuigen vliegen. Ja, lijkt mij. Geen drone meer. Nee, we zien de drone sowieso niet meer, want er zijn wolken en mama, hij is ook heel ver weg. Kijk, ja? Sommige auto's gaan daar ook helemaal omhoog. Daar. Zie je? Ja, die gaan ook helemaal daar staan, ja. Het zijn echt ontzettend veel jeepjes, zoals jullie zien. Dus dit is wel echt een heel toeristisch dingetje. 300 toch? Ja, Roy zei er zijn meer dan 300 jeepjes. Die hier dus de berg op rijden. Ik moet wel zeggen dat we het wel echt een beetje spannend vonden. Toen we hier naar boven reden. Want het was pikken donker wat jullie hadden gezien. In het begin ging het nog wel. Dus je rijdt over gewone weggetjes naar boven. Maar op een gegeven moment werd het dus off-road. Dus ga je zeg maar van de verharde weg af. En dan was het echt, dat was echt een jeep. Daarom moet je dus een jeep hebben. Of vier wielen die aandrijven. Want het ging echt alle kanten op. En heel stel. De motor sloeg ook een keertje af. Stonden we stil midden op een helling. En dan heb je ook zoiets van, gaat het wel goed? Maar ja, het gaat natuurlijk wel goed. Yeah. Maar het was wel eventjes spannend. Spannend ja, zeker. Dat was het zeker. We hebben wel weer wat meegemaakt op deze vroege ochtend. Ja. Anders lagen we nog in Dromenland. Ja, en dan zitten we. Ja, ik zie het nu. Ja. Hey, wij hebben zo'n dingetje. Maar sommigen hebben ook echt van die bankjes. En die hadden wij dus niet. Dus we hadden geen echte leuning. Dus dat is de reden waarom wij in het bakje zijn gaan zitten. Dus wij zijn op de grond gaan zitten. En daar ging het op zich wel. Daar konden we nog. En er was ook minder wind. Dus daar ging het nog wel goed. Ja, heel groot hè. We zien de zonlusjes. Kijk, ik zal hem even inzoomen. Daar komt hij boven de bergen uitgepiept. We hebben hem scherp. We moeten even scherp stellen jongens. Het is niet wat, een zonnetje. Ja, daar hebben we hem. Kijk. Daar hebben we de drone weer, jongens. En Daniel pakt hem dan zo. Uit de lucht. Oh, nee. Ja, wel? Ja! Galant. Wauw. Mooi, papa. Wow, ja. Super vet. Nou, dat was de jeep. Kijk. Heel trots op onze drone-piloot, papa. Ja. We hebben nu dus de vulkaan gezien met de zonsopkomst. Die kan je er nu doorheen zien piepen weer. Kijk. Dat is zon. Oh, ja, kijk. Dat is de zon. Daar hebben we hem weer, dat is de zon. Kijk, dat is wel een mooie ronde bal. Wauw. Wauw, jongens. We rijden nu weer de berg af naar beneden. En we gaan nu naar de Blackstone, Lava Blackstone Spot. Dat is een plekje waar zeg maar de lava die daar ooit heeft gelopen, volgens mij, als ik zo begreep uit het verhaal wat ze vertelden. En die lava is dan opgedroogd, of opgedroogd, verhard, zeg maar, versteend. En daar, dat is dan zwart geworden. Dat noemen ze dan de Blackstone lava. En daar gaan we nu ook nog even naartoe, om dat te gaan bekijken. Want dat hoort natuurlijk wel weer een beetje bij de vulkaan. Dan hebben we ook nog de lava gezien. Niet de echte hete lava, maar de black lava, Lu. Ja, gaan we nu naartoe. Ik ben heel benieuwd. Ja, daar komt hij. Hij wordt steeds mooier en mooier. Zie je dat? Oh, kijk. Jullie zitten hier zo, maar kijk, dit bedoelen we. Ja. Wij zitten hier zo, maar kijk dan. Wow, dan gaan we weer. Helemaal stijl naar beneden. Oh. Zo, nou dat was nog eens een avontuur. Dus we gaan weer op de safari naar beneden toe. Liesje zit toch even hier. En wij zitten hier in het bakkie. Gaan we daar weer. Ja. Nou, op naar beneden toe. Het was een mooi avontuur. Maar we gaan nu naar de hot lava stone, de Blackstone, hè? Blackstone lava? Black lava. Black lava, daar gaan we nu toe. Ja. Kijk, nu zien we waar we naar boven reden. Mama, ik doe de auto na. Doe je de auto na? Laat horen dan. Oh, ja.
hoop dat de stabilisator van onze iPhone een beetje het beeld stabiel houdt. Dan moet je actiemodus aanzetten. Oh. Dan houdt hij hem stabiel. Dat zeg je nu? Ja, dat zeg ik nu pas. Hoe dan? Hoe moet ik dat doen? Kijk. Je hebt bijvoorbeeld dus en dan houdt hij hem stabiel. Oké, nou, ik heb nu dus de actiemodus aanstaan. Nou, toppie. Maar hij is al minder, hij kan wel minder uitzoomen nu. Dus ik ben meer ingezoomd. Nee, je kan ook 0,5. Kijk, dus actiemodus en dus 0,5. Ik heb hem nu 0,5. Kijk, 0,5. Ja. Het is minder ver dan wat ik net had. Ja, wel iets minder. Iets minder ver. Maar goed, dit is dus de actiemodus, volgens Luan. Hopelijk wat minder hobbelig. Maar het is een heel hobbelig wegje. En nu zien we pas waar we hebben gereden. Dus straks in de pikken donker. Kijk. Daar. Ja. Helemaal naar beneden. Hier de auto weer na. Zo jongens. Kijk, daar gaan ze ook weer naar beneden. Het was wel een pittig ritje, maar jongens, wel de moeite waard, want we zijn op een echte vulkaan geweest. Ja, dat wel. En ook nog de zonsopkomst gezien, ja. Ondanks de wolken. En gelukkig gaat papa ook de drone. De drone mee, ja. Gelukkig de drone, ja. Opgevoed, ja. Die beleeuw erg, sorry jongens. Maar durf je niet over de vulkaan. Als je straks je beelden ziet, nu denk je ook van op elkaar van dat hij heel erg beweegt. Maar dan gaat hij hem bewerken en dan kijk je in je fotorol en dan maakt hij hem echt helemaal stabiel. Nou, dat is een goed testje om te kijken of de stabilisator werkt, want we wiebelen ontzettend. Kijk, ook bijvoorbeeld zo. Ja? Zo, hallo. Kijk, oké, gaan we nu even kijken. Het bakkie waar we in zaten. We hebben dus niet zo'n bankje wat als ze daar dus hebben. Nee, dus we gaan er weer uit zien te klimmen. Even kijken hoe we dat gaan doen. Hoppatee. Ja, dat hoort wel weer een beetje bij, hè? Bij echte survivalen. Bij de vulkanen. Nou, Lucius, kom maar, mama. Hier hebben ze dus het lavasteen. Oeh, dat zwarte. Dat was ooit echte hete lava wat uit de vulkaan naar beneden is gekomen. En dat is hier verhard. Verharde lavasteen. Ik heb dus net gevlogen met de zonsopgang. Ja? Maar ik heb nog steeds een accu van 2 streepjes. Nou. Dus ik kan met dezelfde accu hier ook nog het lavasteen gaan filmen. Nou, mooi. En dan heb ik nog 2 accu's. Hè? Heeft u nog 2 accu's? Hij is zo blij, jongen. Wij zijn allemaal blij met papa's en mama. Wat is dit dan? Is het gek? Dit zijn bloemetjes en aan een cactus. Zie je dat? Dat heb ik nog nooit gezien. Als iemand weet in de vlog, die kijkt, wat dit voor een cactus is, laat maar even weten.
Zie je dat? Wel bloemetjes aan een cactus. Maar zijn dat is het? Ik weet niet of het bijzonder is. Ik heb het nog nooit gezien. Misschien dat mensen denken, ja, er zitten vaker bloemetjes aan een cactus. Maar blond. Moet ik jou er ook even uittillen? Kom maar. Moet ik mijn grote puberzoon er ook even uittillen? Oh, ja, dan doe ik het zo. Mam, ik weet het. Mam, auw. Ik heb je. Lange benen. Ja. Ja hoor. Nee, je mag zelf lopen. Dus dan gaan wij hier naar boven klimmen. Over de lavastenen. Kijk, hier komt dus dat zwarte zand op Bali vandaan, hè, jongens. Zie je dat? Kijk, door dit. Dit is lava. Ja, dit is lavasteen. Komen wij eraan hoor, met onze witte gimpies. Maar helemaal tussendoor lopen. Hier al die stenen. Ja. Weet je waar we dit een beetje aan doen denken? Aan de kooltjes van opa's barbecue. Ja. Maar dan in het groot. Ja. Ja, dit zijn echte kooltjes. Eigenlijk moet gewoon even het kooltje maar... nemen voor opa. Maar waar je achter staat, kijk eens. Dit zijn toch kooltjes, maar dan in het groot. Maar is het ook echt gewoon sterke steen? Dit is gewoon lava, jongens. Niet warm meer. Gezond. Ja. Niet warm meer, maar... duizenden jaren oud zijn, hè? Kijk. Ja, en je weet niet hoe oud dit is. Maar dit kwam dus uit de vulkaan. Zo, poof, dan liep ze naar beneden. Dit is het eerste. Koelt het af en is het hard. Te beseffen. Ja, ja. Als je dat beseft. Maar dit was de eerste witte steen. Nee. Lava. Oké, lava is zeg maar die hele... warme... Kijk, jongens, hebben we een film waarin lava te zien is? De vloer is lava. Weet je dat spelletje vloer is lava? En dan zie je toch altijd van die warme stenen... Ja, hebben we een plaatje voor Luxie? Voor wat lava is? Oh nee, nu misschien nog wel. Ik ga proberen... En dit is... Luxie, dit is dan opgedroogd. Dit is verhard lava. Dus dat was eerst warm. Dus eerst was het wit. Nee, het was een soort van geel. Ik heb 4G. Dit is lava. Look. Zie je dat? Ja, Lucius ook kijken. Dat is lava. En dan wordt het zwart. En als het koud wordt, als het koud wordt, wordt het zwart. Ja, ik heb hier nog net naar beneden. 4G, wauw. Vind ik echt zo. Zo stroomt het dan naar beneden. Ik moet even het recht doen voor jullie. Zo is het de binnenkant daar. Ja. Kijk, dit is de vulkaan, Luxie. Zie je dat puntje? Ja, het is wel een beetje. En dan loopt het zo naar beneden. Gemaakt, maar... Ja, maar je snapt het idee. Ja. En dan wordt het hard. En dan ziet het er zo uit. Dus dit was eerst dat. Ja. Dat heette. En, oh, dit is een mooi plaatje. Kijk, zie je dat? Het komt zo uit de vulkaan. Zo uit de vulkaan. En Johan? Ja. Kijk deze man aan. Is het een echte? Ja, wat wou je vragen, Luxie? Maar dat was toch met lava in het water? Nee, niet in water. Daar is papa aan het vullen. Er zijn ook vulkanen die in de zeeën zijn, dat klopt. Ja. Wij hebben in Nederland hebben wij in de zee ook een vulkaan. Ja, maar die... Dat is een slaperige vulkaan. En dit is een actieve vulkaan. Dus dat betekent dat hij nog kan uitbarsten. En dit is dus een actieve vulkaan. Ja. En deze vulkaan is de afgelopen 2 eeuwen 20 keer uitgebarst, las ik op internet. 20 keer? Oké, dus... In 2 eeuwen. Dus in 200 jaar. Ja, dan is dat 1 keer in de 20 jaar. Één keer in de 20 jaar barst hij dan een keer uit. Maar dat is dan toch geen actieve vulkaan? Ja, noemen ze een actieve vulkaan. Ja, dat stond op internet. Mama, nou, dit is vulkaan. Ja, dit is van een vulkaan. Dit zat in de vulkaan. Ik dacht dat hij wel kan uitbarsten 1 keer in de 5 jaar of 2 jaar. Ja, nou, wat wel leuk te weten is dat wij vanaf Ahmed terugreden naar Ubud. Toen reden we ook langs een vulkaan bij Ahmed. En toen was net die avond ervoor een bericht op het... nieuws van Bali geweest dat die vulkaan actief werd. Dus er was rook uitgekomen. Geen uitspatting, maar er was rook uitgekomen. Het was niet gevaarlijk voor de omwonenden, ook niet waar wij zaten, want wij zaten wat verder weg. Maar die vulkaan liet dus even een pluimpje de lucht in gaan, zeg maar. En dat was op het nieuws. Het was niet deze vulkaan. Was, ja, het kan. Je weet het niet. Het is gewoon onvoorspelbaar, maar ze houden het wel in de gaten, want ze kijken naar de trillingen van de de aarde, zeg maar. Of die schuift of niet. En als de temperatuur warmer wordt, kan het ook zijn dat hij gaat uitbarsten. Dus daar houden ze wel rekening mee. Dus dat wordt wel op veiligheid getest. Oh, de meiden willen een foto op de grote lavasteen. En papa zit nog in de lucht met de drone. En Luxie wil daar eens even naar boven. Oh, meisje, voorzichtig hè. Voorzichtig, Luxie. Kijk, dat was zo dapper. Moet je wel bij de kant blijven hè. Ja, ik weet niet of jullie het zien, jongens.
maar ze heeft, aan de zijkant heeft ze ook wel plek. Goed zo. Kijk, daar gaan. Wauwie. Nou, kun je dat ook afvinken van je bucketlist? Klimmen over lavasteen. Voorzichtig, hè? Dit vinden ze leuk natuurlijk. Ondertussen is de zon heel mooi aan het opkomen. Priscilla staat daar naar boven. En de zon die komt nu boven de vulkaan uit. Ik denk dat het zien beeld, maar kijk dan, wat een blaadje. Wauw. Ja, mooi. Nou, kijk, dat is gewoon die vulkaan. Ja, bij die wolkje. Daar waren we net boven op die berg. Dit ging helemaal zaktend naar beneden. Het is een berg, hè? Ja. Kijk, ik zie daar ook allemaal zwart. Ja. Achter ook... ja, dit is allemaal zwart. Ja, ik weet niet of dat op de vlog te zien is. Maar dat lava, dat zie je dus helemaal. Kijk, helemaal vanaf daar helemaal naar beneden. Mama, zie je dat? Loi zei toch over de lava van de, over het nieuws. Ja. Er lopen komt en er ging er ook toch lava. Lava komen of zo? Ja, nee, er was een beetje rook uit een vulkaan. Ja, maar geen lava. Uit. Nee, hij spoot een beetje, maar het was niet zo erg als dit, zeg maar. Dit is heel lang geleden gebeurd. Ook achter helemaal. Ja, daar ging het stromen. Ja, zo de berg af. Ja, zo helemaal naar beneden gestroomd. Als een soort rivier van water, maar dan van lava. En toen is het hard geworden. Als het dan afkoelt en de temperatuur wordt minder, dan wordt het hard. En dan... ja, droogt het op, zeg maar, en dan blijft het liggen. En dat is wat je nou ziet. Dat is bijzonder om dat te beseffen, hè? Ja, daar helemaal achter is het daar begonnen. Ja. Helemaal, ja. Ja. Ah, besef een momentje bij Luxie. Hij komt binnen bij Luxie. Ontbijten, ja. Kijk, ze hebben hier nog een ontbijtje. Kijk eens, wil jij een doosje? Er zit een banaantje in. Dat vind je lekker. Kom, zullen we het op de tafel zetten? Dus dit even de steen. Dus even een tafeltje. Even kijken wat erin zit. Oeh, een banaan en een tosti. Ik wil een ei. Wil jij een eitje? Nee, mama het eitje. Hier, ga jij de tosti maar eten. Mag mama de banaan even voor jou open. Hier, op de tafel. Gaan we hier lekker picknicken, jongens. Wauw, en Luan die loopt daar nog even ergens. Die wil nog even wat filmen voor zijn weekvlog. Nou, eet smakelijk, jongens. Het smaakt wel. Kan je hier? Ja, de koude kleding kun je nou weer uitdoen, ja. Kijk, hoppatee. Ja, kan je uitdoen. Eitje tikken op de steen. Ik ga jou maken. Ga je die voor mij maken? Goed zo. Nu de basjes doe je even hier in dit bakje. Ja. Probeer ze maar eraf te pulken. Kijk, kan je eraf pulken? Zo pulken zo. Wat? Doe je de basjes doe je even in het bakje. Goed zo. Dat kan niet wel, jongen. Normaal gesproken worden we nu wakker. En nu hebben we al een hele dag erop zitten. Na dag. Ochtend. Maar het gevoel... alsof we een hele dag al verder zijn. Ik ga straks lekker chillen. Maan. Ja, de maan gezien, ja. Wat zeg je? Een koude eitje. Een koud eitje. Ja, dat is niet zo erg. Dat is ook lekker. Warmer. Is die van jou nog warm? Oh, die van, lag die in de lava? Nee. Nee, ja. Die is niet meer heet. De lava is niet meer heet.
En je zag je ook op de drone dat helemaal die lava van de berg naar beneden ging? Ja, heel mooi. Ja. Zag je dat? Ik heb op 400 meter hoogte, dan zoom ik zo uit. En dan In de stroom. Ja. Ja, helemaal, ja, want vanaf die berg stroomde het zo een soort riviertje naar beneden, zeg maar. En dan is het opgedroogd en dan is het nou hard geworden. Nu hebben we een ontbijtje voor je. Het ligt hier op de tafel. Toch of niet? 1, 2, ja. Hij is je ontbijtje, kerel. Kijk, en dit is de tafel. Dus hier kan je gaan zitten of kan ik daar gaan zitten. Okay. Bij de cactus. Oh, Lucius. Heb je het eitje al bijna gepeld, kerel? Ja, met die kleine vingertjes. Heel goed. En we hadden nog lekkere appel. Ik denk, jij gaat jong leren. Mandarijn, ja. Laat zien. Met die stof hier, ik heb hem goed. Maar dat kan jij toch heel goed? Ik ben geen clown. Nou, soms wel. In de film wel. Ik ben een drone-acrobaat. Ja, dat zeggen ze. Oh, dankjewel. Het is gelukt. Het is gelukt. Nou, lekker uitje, Luxie. Heel. En wie rijdt er terug? Lucius. Oh, welke voeten komen ervoor? Zullen we blijven daar zitten? Ja. Lucius rijdt hem terug. Nou, zeg maar wat hij doet. Ja. Kijk, Lucius, in de National Geographic Jeep, hè? Mooi, Lucius. We gaan zo weer lekker terug met de Jeep, jongens. Dat was een fantastische belevenis. Wat vonden jullie ervan? Ja, ik vond het best wel leuk. Ja? Ja? Interessant. Ja, ondanks dat in het begin niet echt zo'n heel fijn en leuke ritje was. Moest je het er wel echt gewoon voor over hebben om daar te kunnen zijn. En daar het uitzicht te kunnen hebben zien. Ja, het was vooral donker, maar ook echt dat weggetje toen. Dat was echt verschrikkelijk. Hey, en jullie hebben er heel veel van geleerd. Ja, je vergeet nooit meer wat een vulkaan is, volgens mij. Ja. En Luxie weet wat lava is, hè? Ja. Je hebt er zelfs op gelopen. En Luxie ook, hè? Je had lava in je hand. Ja. Hele mooie lessen uit de praktijk. Hè? Ja, zeker. Oh, heb je nog een eitje gemaakt? Dankjewel. Nou jongens, wij gaan deze dag weer afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om met ons mee te kijken bij de vulkaan. Het mooie uitzicht, de jeeprit en de lavastenen. We zeggen, doe even de eitjes, de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje en we zien je snel weer terug in een nieuwe wereldreisvlog op Bali. Want dan gaan we weer samen.